Het is geweldig dat ik hierbij mag zijn, maar het is nog geweldiger dat u met zoveel mensen op deze mooie zondagmiddag hier naartoe gekomen bent om straks de Walk of Peace te lopen. In de krant, een van de artikelen die hieraan gewijd was de afgelopen week, werd met nadruk gezegd: het is geen vredesmars, want dat impliceert alweer iets heel anders. Het is een vredeswandeling, een Walk of Peace, onder het thema de kracht van de verbeelding. Er is geen verbeelding voor nodig om je oorlog voor te stellen in de wereld waarin wij leven. We hoeven de tv maar aan te zetten, we hoeven maar op internet te kijken. En we zien Noord-Korea, Syrië, Irak, Jemen, Soedan, Mali, overal in de wereld, op tal van plekken, heerst oorlog. Geruchten van oorlogen, de ellende van dood en verderf, van honger, van achterstand van mensen die vooruit willen, maar die door geweld en gewelddadige omstandigheden daarin gehinderd worden, tegengehouden worden. We hebben natuurlijk heel veel vluchtelingen in Almelo die hier opgevangen worden in afwachting van integratie in een stad. Maar ook heel veel vluchtelingen die in Almelo al wonen. En ook deze mensen die willen heel graag contact met Nederlanders. Ik probeer altijd iets te organiseren om die vermenging te laten ontstaan en om dat contact tot stand te brengen. Dus zoek elkaar op en help ook die mensen om zich thuis te voelen met vrienden en praat met ze. Dat is wat het aller nodigst is. I just have my mother and my broer. My broer vermoord en veel mensen, goede mensen, in mijn dorp, jonger en oud. Ik heb veel angst gekend. En moet nu wennen aan de mogelijkheden van een vreedzaam land waar ik gewoon een mens mag zijn. Dank je. Dat raakt je, hè, als je dat van zo'n jonge jongen hoort. Dat is in wezen wat het ook is, hè? Vrede. Dat je elkaars achtergrond respecteert en waardeert. Ja, maar wel van mij. Wie komt er nou?